Mijn presentatie van vandaag gaat over voorleesmomenten. En ik ga die ophangen aan een aantal typische uitspraken of opmerkingen die ik misschien letterlijk heb gehoord, misschien ook iets minder letterlijk, maar die ik wel hoor rondwaaien in het werkveld. Een vraag, moeten we hetzelfde boek 7 maal vertellen? Een veel voorkomende praktijk, ik gebruik telkens een andere verteltechniek. En een praktijkprobleem. Een verhaal navertellen lukt enkel bij mijn sterkste kinderen. Dat zijn de 3 vragen waar ik mijn presentatie op ga hangen. Wat ga ik met jullie doen? Ik ga me hier dus verdiepen en voorlezen. Dat heeft allemaal te maken met de centrale inzichten uit het Les en Lezen project. Kleuters kunnen dan nog wel niet lezen, maar die werken al aan die voorbereidende leesvaardigheden. Ik kopieer hier een schema dat professor Kastelein daarnet ook heeft gebruikt. En volgens ons onderzoek van die wetenschappelijke literatuur is die voorbereidende fase heel belangrijk. Preventie werkt, dat hebben we eigenlijk wel echt kunnen vaststellen in onze literatuurstudie. En voorlezen neemt hier ook een belangrijke plaats in, meer specifieker. We hebben gezien dat die voorleesmomenten een positieve invloed hebben op de woordenschatontwikkeling en ook op het inzicht en de kenmerken van geschreven taal. Alleen is het wel zo dat het positieve effect van zo voorlezen er niet zomaar is. Dus niet zomaar omdat je wat voorleest, dat het daarom een meetbare, zichtbare impact heeft op de taalontwikkeling van de kleuters. Daarvoor is meer nodig. Wat daarvoor nodig is, al gegoten, de theoretische inzichten zijn al gegoten in een aantal praktijkfiches die op de website van Les in Lezen staan. Ik verwijs daar nu even naar, lees vooral fiche 2 en fiche 4, maar ik ga het vandaag daar niet over hebben, want die theorie kan je allemaal zelf nalezen. Wat ga ik met jullie wel doen? Wat vind ik zelf boeiend, interessant en ik hoop jullie daar ook mee te kunnen inspireren. Ik ga samen met jullie grasduinen in een aantal succesvolle taalinterventies. Die bestaan namelijk. Bijvoorbeeld onlangs nog, 2 weken geleden, was er een artikeltje in De Morgen over een Engelse taalinterventie uit de UK, waar ze voor kleuters van de 3e kleuterklas eerste leerjaar, waar ze voor de minst taalvaardige kleuters in een klas, voor dat klein groepje, een taalinterventie hadden gegeven. En die kleuters hadden gedemonstreerd dat ze daarmee 4 maanden extra taalgroei hadden na afloop van die interventie. 4 maanden, als het gaat over taalverwerving, is dat heel mooi. Meer nog, voor de allerzwakste kleuters was er zelfs een taalgroei van 7 maanden. Ik heb afgelopen tijd in deze interventie, dat is de Nelly-interventie, wordt dat afgekort, de Nuffield Early Language Intervention, kunnen grasduinen, maar ook nog in 5 andere interventies. Deense interventies, één Deense, verschillende uit de Verenigde Staten, maar ook nog een Noorse interventie, waar ook allemaal voorlezen een belangrijke plaats inneemt. Die interventies heb ik niet zomaar lukraak gekozen, maar ik heb er echt gekozen. Die zijn uitgetest met minstens 250 kinderen. Bij Nelly is het zelfs veel meer en is ook meermaals uitgetest met gunstige resultaten, maar Nelly is qua wetenschappelijk onderzoek echt wel heel goed onderzocht. Het zijn allemaal interventies waarbij het onderzoek ook van hoge kwaliteit is gebeurd en die dan ook een positieve impact op de taalontwikkeling hadden. Dus dat is eigenlijk mijn inspiratiebasis waarover ik jullie ga vertellen. We gaan beginnen met onze eerste opmerking. Moeten we hetzelfde boek 7 maal vertellen? Ik ga even samen met jullie kijken wat het antwoord is of wat de gebruikelijke praktijken zijn in de succesvolle interventies die ik daarnet heb opgestomd. En ik ga beginnen met een Deense interventie. Spel heet die interventie. Dat is voor een voorleesinterventie met kinderen tussen 3 en 6 jaar. In Denemarken heb je vooral gemengde kleutergroepen. Vandaar dat ook een hele brede leeftijdsrange heeft van 3 tot 6 jaar. En die kinderen worden in kleine groepen voorgelezen. En die boeken die worden hier telkens in spel 3 tot 4 keer voorgelezen. Dat is niet saai, doordat er telkens ook een andere focus gekozen wordt.
Wat bedoel ik daarmee? Ik ga dat even aan de hand van een heel concreet voorbeeldje tonen. Een van de boeken die wordt voorgelezen heet Bette Buff bouwt een spreekmachine. Ja, ik kan het niet voorlezen in het Deens, want mijn Deens is niet zo goed. En hoe werken ze daar dan aan en hoe lezen ze daar, dat boek dan voor? En in eerste sessie, voordat ze het boek lezen, hebben ze het even over namen. Namelijk de titel van het boek begint ook met een naam. Bette Buff is een naam, de naam van de hoofdpersoon. En er gaat dan ook even aandacht naar de letters uit de namen van de kinderen. En ook tijdens het voorlezen wordt af en toe wel opgemerkt dat er ergens een hoofdletter staat, bijvoorbeeld ah, dat is de naam van jou of jou of jou. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan verhaalbegrip. Na het lezen bespreekt de leerkracht de volgorde van de gebeurtenissen belangrijk en vraagt ook stelt ook één vraag naar een belangrijk verhaalelement. Er is de tweede belangrijke figuur in het boek wordt opgeblazen en hij bespreekt met de kinderen waarom. In de tweede sessie wordt het boek nog diezelfde week eigenlijk, wordt het boek opnieuw gelezen, maar nu met een aantal andere aandachtspunten. Er gaat geen aandacht naar letterklankkoppelingen, maar voor het lezen staan ze even stil bij een koffiemachine. Een koffiemachine zie je ook op de kaft staan. Die koffiemachine verandert in een spreekmachine, dus dat is een heel belangrijk voorwerp in het verhaal. En dat is ook in het Deens is dat een samenstelling, dus daar wordt even over nagedacht. En dan tijdens en vooral na het voorlezen gaat er opnieuw aandacht naar verhaalbegrip. Eigenlijk ook opnieuw naar de volgorde van de gebeurtenissen, alleen nu op een iets actievere manier. In sessie 1 is het de leerkracht die de volgorde bespreekt en van de gebeurtenissen. In de sessie 2 gaan de kinderen herhalen wat er gebeurt. De leerkracht noteert ondertussen. Dat mag een verkeerde volgorde zijn, maar de leerkracht noteert 3 of 4 gebeurtenissen die de kinderen zo noemen. En dan gaan ze op zoek, de leerkracht en de kinderen samen gaan ze zoeken naar de juiste volgorde. Daarna blijft dat boek eventjes liggen. Er zijn wel digiboeken beschikbaar in andere thuistalen, maar dat boek komt dan eigenlijk een ruime tijd, namelijk 13 weken, komt dat niet aan bod en dan wordt het weer teruggenomen. Sessie 3 is dus 13 weken later, de kinderen zijn het boek al een beetje vergeten, wordt het opnieuw voorgelezen, maar nu met inzicht aandacht voor de kenmerken van geschreven taal. En vooral gaan ze op zoek naar het woord Bette Buff op de verschillende pagina's. En ze ontdekken daardoor ook dat woorden in geschreven taal, dat er altijd een stukje wit voor is en een stukje wit na. En dat is eigenlijk goed om op die manier inzicht te krijgen in hoe geschreven taal werkt. Er gaat ook wat aandacht naar woordenschat, moeilijke woorden, iets niet begrijpen en trots zijn. En die woorden worden dan ook gebruikt om ook na te denken over het verhaal. Waarom is begrijpt Bette Buff iets niet en waarom is meneer L is die trots? Sessie 4, daar verspringt dan de aandacht naar het fonemisch bewustzijn. Die spreekmachine die maakt heel grappige foutjes als die leert spreken. Zegt bijvoorbeeld tijsje eten. En dat is natuurlijk een hele mooie gelegenheid om aandacht te besteden aan de klank S. Hoe die uitgesproken wordt en om die ook te gaan uitluisteren in andere woordjes. Na het verhaal is er aandacht voor narratieve vaardigheden, daarmee bedoel ik vertelvaardigheden. Namelijk, de kinderen gaan samen met de leerkracht een vervolgverhaal verzinnen wat er met de spreekmachine nog gebeurt op het einde van het verhaal. Dus, misschien wel geen 7, maar dat er veel voorgelezen wordt in succesvolle interventies, ja, dat is echt wel zeker. Om dat punt nog even te bewijzen aan de hand van een andere interventie, neem ik Blueprint for Early Literacy. Dat is een Amerikaanse interventie voor kinderen, eigenlijk ontworpen voor kinderen in Florida, tweede kleuterklas. Kinderen uit arme buurten, dus lage socio-economische status. En ook heel vaak meertaallerende kinderen, want daar gaat ook heel veel aandacht naar de thuistalen. Ook in deze interventie worden boeken minstens 2. En dat kan oplopen tot misschien wel geen 7. Daar is enige flexibiliteit in, maar toch wel een behoorlijk aantal keren. Ook hier zie je, net als in die spelinterventie, net zoals in Denemarken, wordt hier ook in de Verenigde Staten telkens een andere focus gelegd. Bijvoorbeeld sessie 1, voor de 4-jarigen komt er wat woordenschat aan bod. De vuilnisman, de vuilnisbak leeg en vol bij het boek Trashy Town. En dat gaat ook over een vuilnisman en vuilnisbakken die leeg en vol zijn, die woorden verstaan.
Ook voor de meertaalleerders, dat is heel essentieel om dat verhaal te kunnen volgen. Er gaat ook aandacht naar spreekdurf. Het is een boek met een versje dat op verschillende pagina's voorkomt. En de kinderen mogen dat versje meezeggen. En voordat het verhaal al begint, leren ze het versje. En mogen ze er ook zelf gebaren bij verzinnen die het versje ondersteunen. Sessie 2 dan, het wordt ook wel enkele dagen later opnieuw voorgelezen, gaat er aandacht naar woordenschat en verhaalbegrip tegelijk. Namelijk, vuilnis wordt op verschillende plaatsen in de gemeente opgehaald, die worden besproken. En de kinderen denken ook na of hun gemeente diezelfde plaatsen heeft. En die gaan die dat ook aanduiden op een kaart. Waar gaat de vuilnisman eigenlijk altijd de vuilnis gaan ophalen? Dus dat is een mooie andere insteek in het verhaal. Sessie 3 gaat dan ook rond verhaalbegrip, is wel uitdagend voor die kinderen. Daar mogen ze zelf vragen stellen over het verhaal. En ze leren van de leerkracht om dat altijd te doen met een bepaald zinnetje. In het Engels, I wonder, en dan stellen ze hun vraag. In Nederland zou dat zijn, ik vraag me af of. En de kinderen worden altijd aangemoedigd om dat zinnetje, met dat zinnetje een vraag te stellen. De leraar modelleert ook zelf een aantal boeiende vragen. Bijvoorbeeld, ik vraag me af waarom Mr. Chili een vuilnisman is geworden. Ik vraag me af waarom hij zo sterk is. Ik vraag me af wat er met het vuilnis gebeurt. En aan de hand van die voorbeelden kunnen kinderen dan ook extra vragen verzinnen. Die drie sessies, die zijn eigenlijk zo wat verplicht onderdeel. Dat herhaalt voorlezen minstens 2, maar vaak zijn er toch ook wel eens 3 sessies per boek. Maar in het programma bieden ze ook nog altijd wel wat stof, wat prikkels voor extra voorleessessies. Aan de leerkracht mee. Het idee is dan dat je per voorleessessie op een andere prikkel focust. Dat kan zijn, hoe zie je dat Mr. Chili vriendelijk is? Of wat zou er gebeuren als Mr. Chili de vuilnispakken niet leeg zou maken? Als een mooie insteek om zelf een verhaal rond te bedenken. Goed, als we dan zoveel... We moeten dan misschien wel geen 7 boeken voorlezen. En moeten moet je sowieso niet. Maar je ziet wel dat in die succesvolle interventies dat er wel heel veel herhaald wordt voorgelezen. 2 en toch eigenlijk ook wel heel vaak veel meer. Je zou je dan kunnen afvragen, moet je het dan houden bij 1 boek per thema? Ja, als we zo intensief 1 boek moeten voorlezen, is misschien dat wel een mogelijke oplossing. Wel, ik ga jullie eventjes overdonderen met 1 thema uit de interventie Story Talk. Dat is echt een voorleesinterventie met een mooie effect op woordenschat. Een Amerikaanse voorleesinterventie. Die werken eigenlijk rond heel courante kleuterthema's. 10 thema's, onder andere het thema herfst. En die bieden, ik heb de kaften ervan opgezocht, 8, eigenlijk 10, maar ik heb maar 8 kaften hier op de slide gezet, boeken aan over het thema herfst. Dat is ontzettend veel, maar dat lukt ook alleen maar doordat het thema hier wat langer duurt. 3 tot 4 weken, dus geen 1 week, ook geen 2 weken, 3 tot 4 weken. En er wordt echt ook wel dagelijks een boek voorgelezen. Sommige boeken 2 maal, sommige 3 maal, sommige maar 1 maal. Dat hangt eigenlijk af van de complexiteit van het verhaal, hoeveel keer het wordt voorgelezen. Het grote voordeel daarvan is dat dezelfde woorden en ideeën terugkeren over de boeken heen en ook telkens worden uitgebreid. En dat is ook de reden dat ik die kaften hier allemaal heb gekopieerd. Kijk naar de eerste rij boeken. Het gaat hier telkens over oogsten. Er worden appels geoogst, er worden pompoenen geoogst. Appels en pompoenen worden met elkaar vergeleken. En dan is er uiteindelijk ook nog wel een dier dat ook gaat oogsten. Ja, want ook dieren zoeken zeker in de herfst ook wel een voorraad bij elkaar. De rij daaronder heeft een aantal andere ideeën en andere woordenschatten ook. En daar gaat het eigenlijk meer over de planten en de dieren in de herfst. Hoe zij veranderen, hoe je kan genieten van de bladeren die gevallen zijn. En ook hoe beesten... kleine beestjes zoals een eekhoorn leven in de herfst.
Er is daar ook weer een mooie link met ons eerste deelthema, namelijk het oogsten. Want ook die kleine beestjes, ook een eekhoorn, gaat dan eigenlijk een voorraad gaan aanleggen. En dat is eigenlijk ook zijn vorm van oogsten. Net zoals wij ons voorbereiden op de winter door dingen te oogsten en te proberen bewaren, gaat zo'n klein beestje dat eigenlijk ook wel doen. Met verschillende teksten heeft niet alleen het voordeel dat er ideeën en woorden terugkeren, maar heeft ook het grote voordeel dat je verhalen met elkaar kan vergelijken. En dat gebeurt zelfs met de vierjarigen uit lage zes families van Blueprint for Early Literacy. Bijvoorbeeld in het thema aan tafel, dat is een thema van 4 weken. Dus je ziet ook alweer een hele hoop boeken met verschillende invalshoeken die daarin voorkomen. In week 4 worden er eigenlijk 2 verhalen, 2 volksverhalen met elkaar vergeleken. Volksverhalen, ik denk dat ze ook wel in het Nederlands bestaan. Hè. Een draap die uitgetrokken wordt door de verschillende dieren of mensen. En pas bij, als de laatste mens meetrekt, lukt het. En die kinderen leren, op het moment dat ze het tweede verhaal voorgelezen krijgen, leren eigenlijk ook al wel het eerste verhaal gebruiken om te voorspellen. Ze moeten dan ook zeggen, ik voorspel dat. Ze leren ook voorspellen, ook met een mooi zinnetje. Ik voorspel dat. En de leerkracht zegt van, denk goed na. Je hebt dat vorig verhaal gelezen. Dit lijkt er eigenlijk wel een beetje op. Je kan dat gebruiken om jouw voorspellingen te maken. En zeg maar, ik voorspel dat. Dat is eigenlijk wat er ook in Blueprint for Early Literacy regelmatig gebeurt. Goed. Daarmee heb ik mijn eerste vraag gesteld en ook via het grasduinen in succesvolle interventies een antwoord verzameld. Namelijk 7 maal hetzelfde boek vertellen. Uiteraard hoeft daar geen vast aantal op te staan, maar een verhaal meermaals vertellen is inderdaad een goede praktijk. Dat al die succesvolle voorleesinterventies eigenlijk wel overnemen. En het is ook het overwegen waard om meerdere boeken in 1 thema te vertellen, dat dan ook uiteraard lang genoeg moet duren, in functie van het woord- en kennisnetwerk dat doorheen die boeken versterkt wordt. Goed, mijn tweede opmerking sluit er eigenlijk wel een beetje aan. Vaak focussen leerkrachten als ze een boek meermaals gaan vertellen, wat ook hier in Vlaanderen eigenlijk wel heel vaak gebeurt, focussen vooral in hun voorbereiding op de verteltechniek, de manier van visuele ondersteuning. Bijvoorbeeld het verhaal Kikker is verliefd, ik vermoed dat jullie dat allemaal kennen. Dat kan je met het boek vertellen, maar ook met een verteltafel en met een kamisje bij. Laten we ook even eens kijken en grasduinen in onze succesvolle interventies en zien wat zij doen. Wel. Ze doen dat eigenlijk niet. Dat is geen must, laat ik het zo zeggen. Ik ga straks nog iets over visualiseren zeggen, want ook voor hen is visualiseren belangrijk. En er zijn ook interventies die daarmee spelen. Maar het is geen must om met verschillende visualisatietechnieken te spelen en die af te wisselen. Bijvoorbeeld het verhaal van Trashy Town dat we daarnet zagen, wordt gewoon 3 keer met behulp van hetzelfde papieren boek verteld. Wat dan wel waar dan wel op gefocust wordt, is niet zozeer de verteltechniek, maar de focus bij het vertellen. Ik heb jullie daarnet het voorbeeld al heel uitgebreid toegelicht, dus ik kan even kort herhalen. Sessie 1 ging naar woordenschat en spreekdurf, sessie 2 naar woordenschat en verhaalbegrip en sessie 3 ook weer naar verhaalbegrip, telkens met een andere insteek. Er gaat heel veel aandacht bij de voorbereiding en bij de uitvoering eigenlijk naar interactie. Zowel voor, tijdens als na het lezen geeft ook de interventie zelf uitvoerige tips aan de leerkrachten om die interactie te organiseren. Voor het lezen wordt er daarbij aandacht geschonken aan het activeren van de voorkennis. Als het gaat over vuilnis, gegarandeerd staat er in elke kleuterklas een vuilnis en zijn daar ook al gewoontes en goede praktijken rond waar je naar kan verwijzen, die de kinderen ook al wel kennen. Er wordt ook woordenschat aangebracht. Bij Trashy Town is dat dan hier vol en leeg. Wordt gedemonstreerd met een vuilnisbak. Wat gebeurt er als een vuilnisbak zo vol raakt
dan is er geen ruimte meer en dan moet de vuilnisman komen en die gaat het afval van die vuilbak in een grotere vuilbak doen. En dan is de vuilbak leeg. Dat wordt ook gedemonstreerd, zodat de kinderen die begrippen zeer goed doorhebben, omdat die ook wel zo belangrijk zijn om het verhaal te begrijpen. Wat gebeurt er nog bij het voorlezen? Het boek wordt geïntroduceerd. Door te vragen of ze ooit vuilnismannen in onze buurt hebben opgemerkt. De kaft wordt bekeken. Er wordt ook een pop gebruikt die de hoofdfiguur speelt. De titel wordt voorgelezen. En er wordt ook een mooie link gelegd met een ander verhaal. Het gaat hier over een stad, net als in een vorig boekje. Beer, die leefde ook in een stad en de auteurs worden genoemd. En dan wordt het momentje voor het lezen afgesloten door een leesdoel mee te geven. Heel vaak is dat een vraag die dan tijdens en na het lezen ook verder uitgediept wordt. Hier bij de eerste keer voorlezen is dat eigenlijk een versje dat dan geoefend wordt. Waar kinderen gebaren bij bedenken, om dan tijdens lezen ook actief mee te kunnen zeggen. Op die manier eigenlijk ook actief mee te doen aan het verhaal. Na het lezen is er dan ook weer een afsluitbespreking. Die zijn altijd wel heel belangrijk, ook al zijn die kwetsbaar als er tijdstekort is. En hier gaat dat er dan ook over hoe meneer Chili, de hoofdfiguur, de vuilnisman, voor zijn buurt zorgt. En hoe hij ook voor zichzelf zorgt door te ontspannen. Dat heeft dan ook een link met andere activiteiten rond socio-emotionele ontwikkeling in die methode Blueprint for Early Literacy, waar het gaat over zorgen voor jezelf en voor je buurt. En nadien zijn er ook weer een race activiteiten die eigenlijk het verhaalbegrip nog verder gaan versterken. Denk aan een denkgesprek. Wat zou er gebeuren als we niets in een vuilnisbak zouden smijten? Dat is een hele leuke denkvraag voor kinderen. Bewegingsspelletjes. Op zoek gaan naar de vuilnisbakken in de gemeente. We hebben ze al in het verhaal bekeken, erover nagedacht, dan ook eens in het echt gaan zoeken. Knutselen met afval, klasregels opstellen rond de vuilnisbak liggen als die vol is. Herhaald gaan voorlezen en eigenlijk ook weer terug gaan verwijzen naar dit prentenboek wanneer er in een ander prentenboek ook nogmaals een vuilniswagen te zien is. Op die manier wordt er eigenlijk heel hard aan die interactie gewerkt. Ook in andere voorleesprogramma's zie je die sterke aandacht voor interactie. En zit er eigenlijk, gaat daar meer de aandacht naartoe dan variatie in de voorleestechnieken. Bijvoorbeeld in spel, dat was die Deense interventie, je herkent ook al wel de kaft, worden er een aantal vragen gesteld en krijgen de kleuterleerkrachten ook wel een aantal vervolgvragen. Sommige vervolgvragen zijn extra uitdagend als ze merken dat hun kinderen de hoofdvraag gemakkelijk kunnen beantwoorden. Dan krijgen ze een extra uitdaging. Ze mogen voorspellen, ze mogen soms veralgemenen of ze mogen argumenteren. Dat zijn eigenlijk wel uitdagende zaken. Maar evengoed wordt er als extra ondersteuning, en ondersteuning is scaffolding in het Engels, worden er ook nog extra ondersteunende vervolgvragen verzonnen. Zodat eigenlijk het idee is dat elk kind een spreekkans zou moeten kunnen krijgen en zou moeten kunnen meedenken met het verhaal. Dat gaat van, ik kan ze hier even doornemen, zelf antwoorden. Dat is een techniekje waarbij je eigenlijk eerst het antwoord vertelt en daar dan een vraag over stelt. Je zegt eerst denkt papa eraan om de koffiemachine weg te gooien. Wat wil hij weggooien? En je hebt eigenlijk eerst net het antwoord gezegd. Hè? Dat is een steuntechniek. Je kan ook als steuntechniek het kind gaan helpen. Bijvoorbeeld laten we praten over wat er gebeurde met de koffiemachine. Zeg samen met mij, eerst was het een koffiemachine en dan werd het een spreekmachine. Laten we daar nog eens doen, eerst. En dan zeg je het eigenlijk samen met het kind. Om op die manier ook samen met dat kind een succeservaring op te bouwen. Of je kan, dat herken je wel, ook wel de keuze gaan beperken als een vraag te moeilijk is. Over welke persoon werd er eerst verteld? Bijvoorbeeld, was het Bette Buff of meneer L., meneer Lofjord? Dus scaffolding, extra uitdagen, maar ook extra ondersteunen. En dat wordt bij elk verhaal een keer toegepast. En leerkrachten krijgen daar eigenlijk wel tips rond. Waar ook veel aandacht gaat in andere interventies, is naar het analyseren van verhalen. Elk verhaal, of toch heel wat verhalen,
bestaan allemaal uit dezelfde verhaalbouwstenen. Er is altijd een hoofdfiguur. Er is vaak een probleem. Er zijn gevoelens bij dat probleem. Er is dan een actie. En dan is er vaak toch wel bij verhalen voor jonge kinderen een succesvol einde. In deze interventie, Story Champs, leren kinderen die verhaalelementen aan de hand van die verhaalbouwstenen, aan de hand van die icoontjes, maar ze hebben ook gebaren, leren ze die eigenlijk kennen. Als er een verhaal wordt voorgelezen, leren ze eigenlijk onmiddellijk van, ah ja, hier gaat het over het personage, dan gaat het over het probleem, dan gaat het over de gevoelens, dan gaat het over de actie en dan gaat het eigenlijk over de oplossing. Om op die manier een beter inzicht te krijgen in het verhaalbegrip. Woordenschat is uiteraard ook een belangrijke zaak waar aan gewerkt wordt tijdens de interactie. En bijvoorbeeld Storytalk, dat was die interventie met die 8 prentenboeken. Daar wordt er vaak, zowel voor het lezen als tijdens lezen als na het lezen, wordt er aandacht geschonken aan woordenschat. Voor het lezen worden een aantal essentiële woorden uitgelegd. Ze worden omschreven, er wordt een prent getoond, bijvoorbeeld een tractor. Er wordt omschreven wat dat eigenlijk is. Er wordt ook verwezen naar ervaringen die de kinderen al hebben. In de Autohoek hebben we ook een grote tractor. En er wordt ook een vraag gesteld, zodat kinderen ook al dat woord eens een keer in de mond kunnen nemen en er iets over kunnen vertellen. Wie heeft al een tractor gezien? En dan tijdens lezen worden er ook wel in de vragen de nieuwe woordenschat wel verwerkt. Bij de eerste maal voorlezen zijn dat vrij eenvoudige vragen, maar dat wordt dan eigenlijk opgebouwd over de voorleessessies heen. Dus de eerste maal over de tractor, als het daarover gaat, vertel me over de tractor. En bij de tweede maal voorlezen is het al, vind ik wel een hele leuke vraag, waarom hebben tractors grote wielen nodig? Dat is een mooie vraag, vind ik, prikkelende vraag, om over tractors na te denken en dan ook het begrip van het woord tractor uit te breiden. Misschien heb je er zelf ook nog niet over nagedacht, dan ga je nu ook jouw begrip van het woord gaan uitbreiden. Voor een woordenschat is de interactie en ook de lengte van de gesprekjes heel belangrijk. In Storytalk krijgen leerkrachten workshops. En waarover gaat het dan? Voornamelijk om het doel is om echt langere gesprekken te gaan doen. En langere gesprekken, ik heb hier een voorbeeldje daarvan, vaak en graag ook met die woordenschat daarin. Kan beginnen. Je begint wel ergens, gaat het over een verhaal waar het woord kudde, een kudde olifanten, daarover gaat het verhaal, een belangrijke rol speelt. Kudde is wel een uitdagend woord, dat wordt dan ook uitgelegd. Dan is er een open vraag, waar gaat deze kudde olifanten naartoe? Er wordt gewacht op een antwoord. De leerkracht geeft dan feedback, ja, dat is mogelijk om voedsel te vinden, maar waarom is het voor hen belangrijk om samen te blijven in een kudde terwijl ze voedsel aan het zoeken zijn? Dus een feedback, maar ook alweer een extra vraag. Leerkrachten leren ook weer wachten op een antwoord, soms ook zelfs tot 3 tellen. Dat is een van de trucjes die ook in Storytalk erin zit. En daar geven ze dan ook weer feedback op, zodat je echt wel een heen- en weergesprek van een aantal beurten krijgt met hetzelfde kind. Dat is echt wel de bedoeling dat het met hetzelfde kind is, dat je zo een gesprekje krijgt in de context van het boek en in functie van de woordenschat. Ik heb niks meer over visualiseren gezegd. En daarmee wil ik dit stukje over mijn tweede bewering eindigen. Want ook visualiseren komt ook wel in de interventies voor. Ik ga hier een voorbeeldje geven van Nelly, die interventie uit de UK in kleine groepjes van 6 kindjes, de meestal zwakke kinderen uit de klas. Daar wordt onder andere gewerkt rond het verhaaltje van Assepoester. En dat verhaaltje komt 4 keer aan bod. De eerste keer wordt het verhaal verteld met prenten, een 6-tal prenten, om het op een traditionele manier te visualiseren. De tweede keer gaan kinderen de personages uit een zak gaan uitvissen. Dus prenten van die personages en bespreken ze die één voor één. Om op die manier ook wel wat aan het verhaal inzicht. Er zijn uiteindelijk in sprookjes zijn er altijd sterke figuren die vragen om besproken te worden. Hè, om aan het verhaal inzicht te gaan werken. Sessie nummer 3 is het verhaal nog eens opnieuw, wordt nog eens opnieuw voorgelezen, verteld met de prent, maar er wordt 1 prentje uit weggehaald. En de kinderen moeten eigenlijk dan raden welk prent werd weggehaald en wat dan eigenlijk de gevolgen waren voor het verhaal. Want dan klopt er toch van alles niet.
En sessie 4, tenslotte, gaan de kinderen het verhaal met maskers naspelen. Nu, niet het hele verhaal, dat is ook wel best moeilijk met kleuters, dat weten jullie ook allemaal heel goed, maar één bepaalde scène, de cruciale scène waarbij Assepoester de goede fee ontmoet en naar het bal gaat. Daar wordt dan eigenlijk op gefocust bij het uitspelen. Met andere woorden, hier is ook visuele ondersteuning in, maar zo meer op een activerende manier. Dus de kinderen mogen eigenlijk, ze mogen zelf personages uit een zak vissen, ze mogen met maskers vertellen, er wordt een prent overgeslaan om eigenlijk kinderen daarin te prikkelen. En dat is dan eigenlijk een verschil met ons verhaal van Kikker daarnet. Daar is visualiseren ook belangrijk en ondersteunend voor het verhaalbegrip, maar is dat iets dat voor de kinderen gebeurt? Terwijl de kinderen in het voorbeeld van de Assepoester actief meedoen. Natuurlijk, die verteltafel, daar kunnen kinderen dan ook mee gaan spelen en dan is het ook weer iets activerend. Trouwens, in Blueprint for Early Literacy wordt er ook heel vaak met stokpoppetjes gewerkt. Stokpoppetjes, ik ga het voor de rest niet helemaal uitleggen. Stokpoppetjes die kinderen tijdens het vertellen, de leerkracht vertelt, in hun hand mogen vastnemen. En op het moment dat dan hun figuur aan bod komt, mogen ze een stokpoppetje omhoog steken. Mogen ze iets doen, mogen ze iets zeggen. En nadien komen die stokpoppetjes ook in de boekenhoek terecht en wordt daar eventueel ook een verteltafel mee gemaakt, wat wij ook wel allemaal hier zullen herkennen. Daarmee ben ik eigenlijk rond met mijn tweede bewering en kunnen we daar een antwoordje formuleren aan de hand van onze succesvolle interventies. Namelijk, ja, het is zeker goed, hè, om na te denken over visualiseren in functie van het verhaalbegrip, maar het is niet nodig om daar altijd op te focussen bij de voorbereiding. Het is belangrijker om zeker te denken aan de interactie en een andere focus bij het vertellen, waar je dan ook interactie rond organiseert. En voor de rest heb ik hier voor jullie een aantal vermoedelijk ook wel heel herkenbare manieren voorgesteld om het verhaal inzicht te gaan ondersteunen voor, tijdens, na het vertellen en ook tijdens diverse verwerkingsmomenten om dus dat verhaal inzicht te gaan ondersteunen. Ik heb een kleine nagedachte die ik zal maken. Maar wanneer moet ik dat allemaal doen? Want hier is eigenlijk best wel wat voorbereidingswerk aan vooraf gegaan om goed te bedenken welke focus je kiest bij het vertellen, wat je gaat doen voor en tijdens en na het lezen. Ik ga daar mijn persoonlijke mening over geven. Ik denk dat je er niet komt als je zomaar algemene recepten toepast, maar dat je altijd een aanpak moet zoeken die aansluit bij de inhoud van de tekst. De inhoud van de tekst gaat ook voortvloeien waarop je gaat focussen bij het vertellen. Woordenschat of een bepaald element van verhaalinzicht. En dat vraagt inderdaad wel wat voorbereiding. En ik zou jullie ook wel aanraden dat als jullie ergens ook in het Nederlands, en die zijn er ook wel, rijke materialen vinden met voorleestips, om die interactie te gaan sturen, om die focus te gaan bepalen voor, tijdens en na, om die zeker te gebruiken. Omdat dat ook zoveel denkwerk vraagt om dat aansluitend bij een verhaal te doen. Goed, ik ga verder met Kikker is verliefd voor mijn derde bewering. Dat is de laatste. Namelijk, de bewering is, een verhaal navertellen lukt enkel bij mijn sterkste kleuters. En bij mijn sterkste kinderen. En toegepast op Kikker is verliefd. Ja, jullie kennen het verhaal. Dat is inderdaad niet gemakkelijk. Hè? Om de kinderen dit verhaal, een heel mooi, maar ook best wel een complex verhaal, met verschillende twists in de plot, om dat eigenlijk te kunnen navertellen. Laat ons even daarover nadenken. Waarom is dit zo moeilijk voor minder taalvaardige kinderen? Ten eerste, het is dus een vrij complex verhaal. Waarin het niet zomaar is van er is één probleem en dan is er een oplossing en het verhaal is gedaan. Er worden verschillende oplossingen eigenlijk gezocht voordat het verhaal gedaan is. Het gaat ook over een minder vertrouwd thema, daar komt er al een viool in voor. Ik denk dat heel veel kinderen dat eigenlijk nog niet kennen. Verliefd zijn is ook nog niet direct
geheel iets van de leefwereld. Er zit wel veel visuele ondersteuning in. En er zijn mooie en hele duidelijke prenten die Max Veldhuis maakt. Dus dat is zeker wel pro. En verder weten we ook dat een verhaal navertellen nog altijd gemakkelijker is voor kleuters dan een verhaal verzinnen of zelfs een eigen anekdote te vertellen. Dus op zich, een verhaal navertellen is nog altijd wel gemakkelijker, zeker voor minder taalvaardige kinderen, is dat gemakkelijker dan een eigen anekdote vertellen of zo'n verhaal. Verder vermoed ik ook dat hier weinig taalsteun zal zijn. Waarschijnlijk wil de leerkracht dat wel, maar op het moment dat je een extra vraag wilt stellen aan een bepaald kind, wanneer die even moeite heeft om te vertellen, is daar allicht een taalsterke, spreekgrage kleuter die daar inspringt en het woord overpakt, waardoor dat voor de leerkracht eigenlijk heel wat moeilijker is om taalsteun te geven. En waarschijnlijk gebeurt dat ook in grote groep, waardoor dat er toch ook altijd wel een aantal kinderen zijn die zich niet laten horen, die eigenlijk ook niet willen meedoen, niet durven meedoen en eigenlijk tussen de mazen van het net wat verdwijnen. En toch, en dat zie ik ook in onze succesvolle interventies, is het heel belangrijk om hier wel mee bezig te zijn met zelf vertellen. Het is namelijk een activiteit met heel veel spreekkansen. Het is geen vraag-antwoord met één woordje, maar je moet echt wel uit je kot komen. Het vertellen draagt ook eigenlijk echt wel uit tot rijke taal buiten het hier en nu. Geeft kinderen eerste ervaringen op met een type van taal dat dan gaat overgaan in schooltaal later. En het voedt ook het inzicht in de typische structuren van verhalen. Het is eigenlijk gewoon de andere medaille van verhaalbegrip is gewoon zelf vertellen. En door goed ook zelf te leren vertellen, ga je het verhaalbegrip versterken. Het passieve verhaalbegrip ga je daarmee versterken en omgekeerd. Het is zeker een activiteit waar je mee bezig moet zijn. En daarom zie ik ook in die succesvolle interventies, gaat er heel veel aandacht naar dat zelf vertellen. Ook met taalzwakkere kinderen. Wat zij daar dan wel doen, is ze denken heel goed na over de keuzes. En eigenlijk hebben we daarnet al de knoppen waaraan je kan draaien besproken. Je kan spelen met de complexiteit van het verhaal, met de vertrouwdheid van het thema. Je kan visuele ondersteuning bieden, meer of minder. Je kan ook taalsteun bieden. Je kan vertaaltaken afwisselen, soms eens een verhaal navertellen en anekdoten verzinnen. Of zelf een heel fictief verhaal verzinnen. En je kan ook spelen met de groepsomvang. Je kan dat ook in kleine groep doen. En zullen we straks een paar voorbeelden van geven. Zelfs individueel. Als je daar tijd voor vindt, is dat in elk geval iets dat ook zeer veel opbrengt. Ik ga jullie een voorbeeld tonen uit onze Noorse interventie die ik bekeken had. Die had ik nog niet genoemd. Dat is een interventie voor vijfjarigen die minder taalsterk zijn in de klas. De vijf minst taalsterke interventie. Wat ze daar onder andere doen, is ze werken met heel eenvoudige verteltaakjes. Bijvoorbeeld, eigenlijk moet ik één printje bedekken. Kinderen krijgen een aantal printjes te zien uit prentenreeksen die telkens bestaan uit twee printjes. Een startprint en een vervolgprint. En ze zien alleen maar de startprint en die vervolgprint die is afgedekt. En het spel is dan eigenlijk dat ze eerst de startprint gaan beschrijven. En de leerkracht geeft daar ook taalsteun bij. Gaat ze zinnetjes gaan herhalen en gaan uitbreiden wat de kinderen zeggen. En dan mogen ze voorspellen wat er op de volgende print zou staan. En de leerkracht wacht een aantal voorspellingen af. Vervolgens gaat die vervolgprint weg. En gaan de kinderen samen met de leerkracht dan eigenlijk gaan vergelijken hoe het verhaal dan afgelopen is. Dus wat we hier zien is eigenlijk, als we aan onze knoppen van daarnet denken, is dat een heel, heel eenvoudig verhaal. Maar een voor en een na. Het wordt in kleine groep dan nog eens gedaan. Het is, er is heel veel taalsteun mogelijk. Er is een goede visualisering. Er worden eigenlijk een aantal, de meer eenvoudige opties worden eigenlijk hier gekozen.
Er wordt daar ook in die interventie ook met prentreeksymmetrie verteld, gebruikt. Hè? En verhaaltjes worden verzonnen en die worden dan vaak ook nog wel een keer gaan herhaald in die interventie. Wat dan eigenlijk een mooi effect heeft voor de taalontwikkeling van die kinderen. Ook in Storychamps, herinner je nog die verhaalbouwsteen? Ik heb ze hier ook wel weer opgezet. Wordt er heel hard gewerkt rond vertellen. Kinderen horen eerst een verhaal, hier een heel eenvoudig, maar ook heel herkenbaar verhaal over een kind dat op zijn fiets rijdt en valt en verzorgd moet worden. Kinderen leren daar de verhaalbouwstenen in herkennen. En als dat gebeurd is, gaan ze eigenlijk het verhaal gaan navertellen. En ze kunnen dat eerst doen met de visuele ondersteuning van het verhaal zelf en de verhaalpicto's. In combinatie ook met de vragen die de leerkracht zegt, want het is echt niet erbij zegt, want het is echt niet de bedoeling dat die kinderen dat van A tot Z vertellen zonder onderbreken. Nee, de kleuters worden gesteund met vragen. En daarna worden ze soms ook wel uitgedaagd, of ook als ze wat sterker zijn, om het te vertellen alleen maar met de verhaalpicto's, waarbij de leerkracht ook kan gaan vragen, hè, over wie gaat het verhaal, hè? Weet je nog wat het probleem was? En als het kind dan ook meteen naar de actie gaat, wacht, en wat voelde eigenlijk het kindje daarbij? Hè? Wordt zo het verhaal verteld. Als dat gebeurt, dus gaat er in een kleine groep, is er ook een activiteit waarbij kinderen dan hun eigen verhalen overvallen kunnen vertellen. En vandaar ook dat de verhaaltjes in Storychamps heel herkenbare, eenvoudige verhaaltjes zijn, waarvan de ervaring is dat de meeste kinderen daar ook wel eigen anekdotes over kunnen vertellen. Dat gebeurt soms in kleine groep. Kinderen vinden dat heel leuk. Ze leren dan ook in hun eigen verhaal die verhaalbouwstenen herkennen. De leerkracht vraagt ook door en gaat het verhaal ook hervertellen, zodat die verhaalbouwstenen mooi zichtbaar zijn. Maar soms, voor sommige kinderen, als dat nodig is, gebeurt dat ook individueel. Ik heb hier een screenshot gemaakt van een filmpje van, op YouTube van Storychamps. En daar zie je een kind over dat vallen met de fiets, dus zijn eigen anekdote vertellen. Is hij hier aan het vertellen en je ziet hem over zijn knie wrijven als herinnering dat hij ook gevallen is. En de leerkracht die maakt ondertussen tekeningetjes bij elke fase uit het verhaal, bij elke verhaalpicto maakt ze een tekening voor het kind als visuele ondersteuning om dan eigenlijk zelf zijn eigen verhaal te kunnen navertellen, zodat hij dat ook aan iemand anders kan vertellen. Dat individueel vertellen, dat zien we niet alleen in Storychamps. Maar dat zien we ook in Nelly. Dus die interventie uit de UK van een krantenartikel, die werken ook 2 keer per week, hebben die ook een individueel momentje. Daar worden verschillende dingen gedaan, hoor. In dat individueel momentje, daar wordt wel woordenschat geoefend, maar daar wordt ook altijd verteld. Dat is ook aan de hand van prentjes, soms 2, 3 prentjes, soms ook gewoon 1 prent. Als het 2, 3 prentjes is, gaat het over een verhaaltje navertellen, wat er zich afspeelt op die prentjes. Als het gewoon 1 prent is, is dat gewoon een inspiratie voor het kind om een eigen anekdote te gaan vertellen. En je ziet hier die leerkracht, dat is ook weer een screenshot uit een filmpje van YouTube, die is aan het noteren. Wat hij doet, het kind vertelt en de leerkracht herhaalt het zinnetje, maar dan correct, maakt er een mooi grammaticaal zinnetje van en die schrijft dat op. Waarom doet hij dat? Om, wanneer het verhaal helemaal klaar is, het verhaal van het kind nog eens een keer te kunnen herhalen en dan hoort het kind zijn eigen ideeën, maar nu eigenlijk in grammaticale, met mooie grammaticale correcte zinnetjes. Je ziet daar ook een pop staan. Het kind mag ook nog eens het verhaal vertellen aan de klaspop, aan die pop, net nadat de leerkracht het verteld heeft. In Nelly wordt dat verhaal ook altijd een keer terug opgenomen. Dus elk zo'n vertelsessie gebeurt 2 keer met hetzelfde vertelmateriaal. En dan grijpt de leerkracht hier naar de notities terug die hij heeft gemaakt de vorige keer. Leest hij nog eens het verhaaltje door? Weet je nog wat je de vorige keer hebt verteld? En daarna mag het kind zelf nog eens het verhaal vertellen en gaat de leerkracht ook weer gaan herhalen en gaan uitbreiden. En telkens met een ander doel. Dat kan zijn als een kind nog geen mooie zinnetjes kan maken, iets langere zinnetjes maken. Of wat meer rijkere woordenschat aanbrengen. Of een mooie structuur in het verhaal steken met eerst gebeurde dit, dan gebeurde dat en tenslotte gebeurde dat. En zo wordt er eigenlijk ook wel in Nelly individueel gewerkt.
Ja, tot nu toe heb ik eigenlijk een aantal voorbeelden gegeven van verhalen vertellen waarbij er telkens gekozen is voor redelijk voor eenvoud. Hè. Als we denken aan onze keuzes van daarnet. Ik ga hier nog als afsluiter één voorbeeld geven dat wat meer uitdagend is. Het komt uit een Amerikaanse programma, Read It Again heet het. En dat werkt met heel populaire, de meest populaire voorleesboeken hebben ze genomen. En die worden telkens 2 keer voorgelezen aan de kinderen, telkens ook met een andere focus voor tijdens en na het lezen. En hier werd net een boek over dinosaurus gelezen. Tijdens lezen heeft de leerkracht heel veel aandacht besteed aan de gebeurtenissen. Ze heeft ook af en toe daar echt wel bij gestopt en stilgestaan. En na het verlezen zegt de leerkracht van ja, nu gaan we eigenlijk zelf eens een verhaal verzinnen. Laat ons doen alsof jij een dinosaurus was die naar school ging. Hoe zou jouw dag eruit zien? De leerkracht laat niet meteen aan de kleuters over om zelf een verhaal te verzinnen. Dat is nog wel redelijk moeilijk, maar gaat dat ook eerst modelleren. Die gaat zelf een verhaal verzinnen. Bijvoorbeeld, er staat ook in de lesvoorbereiding een heel voorbeeld bij. Als ik een dinosaurus was, zou ik naar school vliegen. Dan zou ik naar mijn juf luisteren terwijl ze een verhaal vertelt. En daarna zou ik tijdens de speeltijd samen met mijn vrienden spelen in een zandbak. En dan zou ik de klas opruimen voordat ik dan op het einde van de dag naar huis zou vliegen. Dat is eigenlijk het model dat ze geeft aan de kinderen. Daarna mogen 3 kinderen zelf een verhaal gaan verzinnen. Ze geeft daar heel veel taalsteun bij. Ze heeft al een keer gemodelleerd. Maar hier, als de kinderen zelf vertellen, gaat ze die ideeën nog een keer herhalen. Als ze herhaalt, gaat ze ook wat details toevoegen aan het verhaal. En ze gaat er ook voor zorgen dat een verhaal ook een duidelijk begin, midden en einde heeft. Ook als het verhaal, als ik elk kind klaar is, gaat ze het ook nog eens helemaal vertellen. En zie je dat duidelijk begin, midden en einde. En daarmee heeft ze ook aan die knoppen die we daarnet hebben besproken, zien we dat hier ook een aantal andere keuzes zijn gemaakt. Het is nog altijd een vrij eenvoudig verhaal dat de kinderen mogen verzinnen. Ze zijn misschien niet zo vertrouwd met dinosaurussen, maar wel met wat er allemaal op een schooldag gebeurt. Er is minder visuele ondersteuning, maar wel heel veel taalsteun. En een uitdagendere verteltaak. Een verhaal gaan verzinnen, zeker een fictieverhaal, dat is wel uitdagend. Bij Read It Again wordt dat in grote groep gedaan, maar in andere interventies zien we dat dus dat eigenlijk meer in kleinere groep gebeurt. Ja, daarmee zijn we op het einde, of denk ik dat we klaar zijn om een antwoord op onze derde bewering te formuleren. Namelijk, ja, als het gaat over een verhaal navertellen, dat lukt enkel bij mijn sterkste kinderen. Namelijk, van zodra kinderen 3, 4 woordzinnetjes kunnen maken, kunnen we ze ook wel leren vertellen. En de taalverwerving gaat eigenlijk echt wel vooruit wanneer je aan de knoppen die ik daarnet heb uitgelegd, gaat draaien om uitdaging en ondersteuning te combineren. Daarmee ben ik op het einde van mijn 3 vragen. Ik heb ze alle 3 besproken. We zijn rond. Die vragen heb ik gekozen omdat ik ze ook wel eens, of die beweringen, omdat ik ze wel eens hoor in gesprekken met leerkrachten en we vonden die antwoorden in die succesvolle voorleesinterventies. En daarmee hebben we ook een concreter beeld gekregen van de rol die voorlezen kan innemen in een preventieve aanpak. En dat was eigenlijk wel het doel van mijn presentatie. Ik wil afsluiten met te verwijzen nog eens naar die voorleesfiches van Lezen Lezen, maar ook naar materiaal van Iedereen Leest, zoals de hele goede degelijke bundel Werken met boeken in de kleuterklas, waarin heel veel praktische tips, goed uitgewerkte tips staan rond voorlezen. En ook de hele concrete tips van de website met voorleestips van Iedereen Leest. En daarnaast wil ik jullie ook nog wijzen op een aantal fiches op de website van Les en Lezen rond beginnende geletterdheid. Vergeet niet dat een preventieve benadering meer inhoudt dan voorlezen. Ook die beginnende geletterdheid is een belangrijk aandachtspunt. Ik heb voor jullie ook nog de referenties van die interventies. Ik kan die hier even laten tonen, maar ik zal die direct wegdoen. Die gaan jullie straks, als jullie de PowerPoint krijgen en ook als die online komt, gaan jullie die daar kunnen lezen voor de mensen die daar
in geïnteresseerd zijn. Ik ben daarmee rond. Ik sta open voor vragen. Ik ga nu toch op die chat klikken. Je kan vragen stellen via de chat. Je mag ook het woord nemen door jouw microfoon open te zetten. Beide kunnen. Oké, ik zie hier al een vraag. Dat is een goeie. Wat met hardopdenkend voorlezen? Komt dat terug in een succesvolle interventies? Ja. Ja. Bijvoorbeeld in Blueprint for Early Literacy wordt er regelmatig hardopdenkend voorgelezen. Ja. Dat is zeker zo. Dat is een goede praktijk die wij hier ook al kennen. Die zien we daar ook. Ja, ik zie ook één iemand met een handje op. Ja, Anne? Ja. Bij die techniek van Storychamps... Ja. De pictogrammen, de visuele ondersteuning, wij gebruiken die wel eens in mindmaps. Maar hier gebruik je ze duidelijk lineair. Ja. Is dat gemakkelijker om een verhaallijn? Of is het gewoon toeval? Of zit daar nog iets meer achter? Ik denk dat dat echt wel de bedoeling is, dat dat lineair is. Die verhaaltjes zijn er ook wel speciaal op gemaakt. Zodat ze hebben telkens 5 prenten of 5 scènes in een verhaal eigenlijk. 5 of ze. En telkens gaat dat dan over 1 verhaalbouwsteen. In die interventie raden ze ook aan om die verhaalbouwstenen, als de kinderen die goed doorhebben, om die ook te gebruiken in andere verhalen. Maar daar zie je soms bijvoorbeeld dat er niet 1 probleem is, maar 2 problemen. En 2 acties. Of zijn er ook, komen er op meerdere plaatsen gevoelens naar boven. Maar hier is dat echt... In het begin wordt er met die 5 bouwstenen gewerkt. En de leerkracht leest voor. En die toont ook eigenlijk... En die benoemt dat ook. Van ja, nu heb ik iets verteld. Nu ga ik iets vertellen over de gevoelens. Dan vertelt die over de gevoelens. Dus daar wordt heel bewust, heel lineair mee gewerkt. Ja. Dus het zijn geen authentieke verhalen, het zijn eigenlijk verhalen die geschreven zijn om dat te oefenen, om dat aan te leren eigenlijk. Ja, en ook om dan anekdotes te kunnen vertellen. Want ze willen altijd ook naar dat de actieve gaan vanzelf anekdotes te verzinnen. En dan heb je ook wel thema's nodig waarbij kinderen ook eigen belevenissen hebben. Heel herkenbare belevenissen, zeker ook voor de meer taalzwakke kleuters, is dan ook wel heel belangrijk dat die heel herkenbaar zijn, dat die niet diep moeten graven in hun gedachten om een verhaal te zoeken. Ik zal anders die slide, want ik zie daar ook nog een opmerking over, ik zal die nog eens laten zien. Ja, dus dat zijn hier de verhaalpicto's. Als ik nog een keer klik, zie je ook de prentjes van 1 verhaaltje er maar bij. Die staan hier voor de personages. Je kunt even goed andere prentjes verzinnen dan deze. Ik heb ze ook al eens in een project gebruikt en dan had er een leerkracht andere picto's gevonden die ze veel beter vond dan deze, maar deze zijn van Storychamps. Dus de personages heb je eerst. En dan is er een probleem, daarna zijn er gevoelens, er is een actie en er is een oplossing. Dat zijn hier 5 verhaalbouwstenen. Storychamps heeft eenvoudige verhaaltjes, die passen binnen die structuur van die 5 verhaalbouwstenen. Maar als kinderen verder gaan, wordt dat ook uitgebreid. Ze leren bijvoorbeeld ook nog de plaats. Dat zit hier niet tussen. Ze geven ook de tips, dus dat is een uitbreiding. Er kunnen extra verhaalpictos in komen en ze leren ook dat problemen zich bijvoorbeeld kunnen herhalen. Dat is een uitbreiding naar boven toe. Ze hebben ook suggesties voor naar onder toe. 5 is eigenlijk al veel. Voor jongere kinderen of kinderen en misschien het buitengewoon onderwijs kan je ook al met 3 pictos gaan werken. En dan mag die personages voorstellen mag weg eigenlijk. Dan is er een probleem. Er is een actie en er is een oplossing. Ook die gevoelens kunnen weg. Dus eigenlijk is er een begin, een midden en een einde. Het is eigenlijk een hele simpele verhaalstructuur. Daar mag je in het begin ook wel mee werken. Ah ja, waarom er... Ik heb inderdaad in het begin helemaal in het begin een interventie besproken... Een spel waar er soms wel eens tijd wordt gelaten tussen de boeken, waarom er een boek wordt opnieuw voorgelezen. Dat is niet heel systematisch dat in het spel gebeurt. Dat gebeurt bij sommige boeken wel en sommige boeken niet. Ik denk dat er ook geen hele specifieke reden is
Behalve misschien dat de kinderen wat verder staan in hun ontwikkeling, dat ze al zaken hebben bijgeleerd, waardoor dat het interessanter is om het boek ook eens op een andere manier te bekijken. Ik denk heel specifiek, als ik nu aan een boek ga denken, was er ook na die 13 weken een spelletje rond fonemisch bewustzijn, rond de incijsjes eten, de spreekfouten ook die spreekmachine maakte. Waarschijnlijk hadden ze daar ook al de kinderen ook wel meer ervaring mee met het fonemisch bewustzijn, met klankbewustzijn op dat moment en nog niet aan het begin van het jaar. Dus er kunnen allerlei redenen zijn om een boek nog een keer terug te brengen na verloop van tijd. Maar dat is geen specifieke reden, denk ik. Wordt toch ook niet genoemd in de inleiding van de interventie.